Goedendag, ik ben Michiel Leezenberg. Ik werk aan de Universiteit van Amsterdam bij de afdeling wijsbegeerte. En ik zit hier op uitnodiging van de stichting Moussem en VUB Crosstalks. En ik wil u vandaag het een en ander vertellen over een onderwerp wat u misschien wat verrassend vindt, namelijk de islamitische filosofie. U zult wellicht denken, islamitische filosofie, dat lijkt een soort van tegenspraak, want in de media associëren wij de islam vandaag de dag eigenlijk met het tegendeel van alles wat met kritisch, rationeel denken te maken heeft. Dus met alles wat wij filosofie zouden noemen. Maar toch blijkt inderdaad in de islamitische wereld een hele lange, rijke filosofische traditie te zijn geweest, die niet alleen op zichzelf interessant en van belang is, maar die is ook van belang geweest voor de ontwikkeling van de filosofie in West-Europa. En hij is ook van belang voor het heden. Dus ik hoop dat u daar het een en ander over opsteekt vandaag. Nu zijn er voor filosofie als activiteit een paar dingen nodig. Er is een soort van infrastructuur nodig, zeg maar. Om te beginnen heb je natuurlijk een stadse samenleving nodig met een zekere mate van welvaart, zodat mensen de tijd en de rust en de middelen hebben om aan filosofie te kunnen doen. Daarnaast heb je ook een soort van intellectueel klimaat nodig. Er moeten instituties van onderwijs zijn, scholen of universiteiten. En er moet een mate van geletterdheid zijn. In geheel mondelinge samenlevingen is er in het algemeen niet filosofie in de strikte zin van het woord waar te nemen. En in de laatste plaats moet er eigenlijk ook een soort van klimaat zijn waarin debat of discussie, of dat nou over politiek of over religie of over andere kwesties is, debat moet worden aangemoedigd of toegestaan of mogelijk gemaakt. Die omstandigheden waren natuurlijk in het antieke Griekenland, waar de filosofie zoals wij die kennen en zoals die op de scholen en de universiteiten leren ontstaan is, bij de zogeheten pre-Socraten, bij Plato en Aristoteles. En die omstandigheden bestonden ook in het latere Romeinse Rijk, maar na de val van het West-Romeinse Rijk in de 15e eeuw van onze jaartelling, waren in West-Europa de omstandigheden eigenlijk heel slecht. Er waren eigenlijk helemaal geen steden meer. De weinige bevolking die er nog was, leefde vooral op het platteland. Er waren nog wel scholen, maar zelfs de priesters in de kerken konden nauwelijks lezen en schrijven. Laat staan dat er überhaupt aan filosofie werd gedaan. Dus van omstreeks 500 na het begin van onze jaartelling tot tegen het jaar 1000 is er in West-Europa eigenlijk nauwelijks filosofie te vinden. In het Oost-Romeinse Rijk, oftewel in Byzantium, en in de islamitische wereld van die tijd zat het heel anders. Byzantium of Constantinopel, het hedendaagse Istanbul, dat was en bleef een enorm grote stad en het bleef ook een welvarende stad. En ook elders in de Oost-Romeinse wereld waren de steden als Alexandrië en Damascus die nog steeds groot en welvarend waren. En op het moment dat steden als Damascus en Cairo en Alexandrië onder islamitisch gezag kwamen, bleven ze ook welvarend. En je merkt inderdaad dat de nieuwe islamitische heersers allerlei aspecten van de cultuur waar ze in terecht waren gekomen overnamen. En ze zagen zichzelf niet zozeer als vijanden of veroveraars. Ze zagen zichzelf als de erfgenamen van de samenleving en de staat die ze onder hun gezag gekregen hadden. Dus wat je merkt is dat er al heel vroeg in de islamitische wereld een klimaat ontstaat waarin debat tussen religies door de heersers niet alleen werd toegestaan, maar zelfs werd aangemoedigd. En dit heeft geleid tot de ontwikkeling van de islamitische theologie, oftewel de redelijke, logische verdediging van het islamitische geloof. En die islamitische theologie is ontstaan in discussie met Joden, christenen, Zoroastrianen en andere niet-moslims. Het is heel opmerkelijk dat hier dus een open klimaat van debat is, waarbij Joden, christenen en moslims met elkaar in discussie konden gaan over de merites van hun religie. En, zei de heerser, deze discussies zijn in het openbaar. En er zijn geen andere argumenten toegestaan dan logische. Dus je mag geen beroep doen op het gezag van je heilige boek of op een profeet. Nee, je moet met logische argumenten je tegenstander kunnen overtuigen. Dus in deze tijd zien we bijvoorbeeld bij islamitische theologen het argument dat het christendom een inferieure religie is, omdat de christelijke opvatting van God een heilige drie-eenheid is. En dan komen ze met het simpele rekenkundige argument: hoe kan het nou dat één tegelijkertijd drie is?
Dat is onlogisch, het is onmogelijk. Dus is dat christelijke godsbegrip onhoudbaar. Het islamitische godsbegrip is in deze tijd verder ontwikkeld. En je ziet ook het islamitische idee dat God volstrekt enkelvoudig en volstrekt transcendent is. Dat wil zeggen, helemaal buiten zijn schepping staat. Dit is dus een klimaat waar niet zozeer dogma's aan de bevolking werden opgelegd. Het is een klimaat waarin een vrije, open discussie met logische methoden door de heersers werd aangemoedigd. Het is ook in dat klimaat dat de islamitische heersers van de zogeheten Abbasiden-dynastie, die in Bagdad was gevestigd, de heersers hebben ook de vertaling van Griekse filosofische en wetenschappelijke werken aangemoedigd. Er is zelfs een verhaal dat ze zo daarop gebeten waren om die vertalingen te laten maken, dat een vertaler, als hij een vertaling had afgerond, het gewicht van zijn vertaling in goud kreeg uitbetaald. Dat was dus een zeer lucratieve bezigheid. Er werden voornamelijk wetenschappelijke teksten vertaald, zoals medische of wiskundige of sterrenkundige. Maar ook werd het filosofische werk van denkers als Plato en Aristoteles en ook de zogeheten neoplatoonse filosofie in belangrijke mate direct vanuit het Grieks of indirect via het zogeheten Aramees naar het Arabisch vertaald. En op basis van deze vertalingen werd het Arabisch verrijkt tot een taal waarin filosofische ideeën in detail en met precisie konden worden geformuleerd. En inderdaad merken we dat in de 10e eeuw van onze jaartelling, in met name een stad als Bagdad, maar ook een aantal steden verder oostwaarts, een hele rijke filosofische traditie wordt ontwikkeld, waarvan ik u een aantal voorbeelden wil geven. Iets later zie je dat ook filosofische denkers in bijvoorbeeld een stad als Cairo aan het werk gaan en ook in het beroemde islamitische Spanje, wat in het Arabisch Al-Andalus heet, waar natuurlijk ook het woord Andalusië vandaan komt. Ik vrees dat we geen tijd hebben om de islamitische filosofen van islamitisch Spanje te bespreken, maar laten we kijken naar wat er in Bagdad in de 10e eeuw gebeurde. Dat is al spannend genoeg. Je merkt dat er een aantal filosofen filosofische teksten beginnen te schrijven, waarin ze met name het werk van Plato en Aristoteles herhalen en bewerken en voortzetten in een totaal nieuwe omgeving. Want u zult weten dat Plato en Aristoteles in een Griekse omgeving werkten, waarin een kleine stadstaat de politieke omgeving van hun werk was en waarin ook een polytheïstische godsdienst, een godsdienst met een groot aantal Olympische goden, de religie was waar ze binnen werkten. In de islamitische wereld waren niet zozeer stadstaat, maar was er een groter rijk wat door een kalif of door een sultan geleid werd. En er was ook natuurlijk sprake van een geopenbaarde monotheïstische religie. Dat wil zeggen, een religie die, zoals het christendom en het jodendom, door de godheid aan een profeet wordt geopenbaard. En die profeet schrijft de woorden van die openbaringen neer. En dat is dan voor de Joden het Oude Testament geworden, of de Pentateuch. Voor het christendom het Nieuwe Testament. En in de islam natuurlijk de Koran. Wat de eerste islamitische filosofen doen, is proberen deze geopenbaarde religie te verzoenen en te harmoniëren met de filosofische traditie die ze van Plato en Aristoteles hebben geërfd. En je ziet inderdaad dat een van de eerste grote filosofen, genaamd Al-Farabi, die in de 10e eeuw van onze jaartelling leefde in Bagdad, die probeert een soort van Platoonse politieke filosofie te ontwikkelen over wat een rechtvaardige en deugdzame staat precies inhoudt. En u weet wellicht dat Plato de beroemde opvatting heeft dat in een ideale staat de filosoof tegelijkertijd de koning is. Al-Farabi, werkend in een islamitische achtergrond, neemt dat idee over. Dus ook hij komt met een idee dat de filosoof tegelijkertijd ook de heerser moet zijn. Maar hij breidt het uit met het idee dat de filosoof in ideale omstandigheden ook een profeet moet zijn. En tegelijkertijd wat hij noemt een imam. Nou, wat is een profeet volgens Al-Farabi? Een profeet is iemand die de geopenbaarde wet aan de bevolking doorgeeft. Dus een profeet is vooral een wetgever. De koning is degene die feitelijk de macht uitoefent of uitvoert. En de imam, tenslotte, dat is degene die de religieuze gemeenschap leidt of voorzit. Deze vier rollen van filosoof, koning, profeet en imam,
die vallen in de ideale staat samen, volgens Al-Farabi. En dat beschrijft hij uitvoerig in zijn boek getiteld De Deugdzame Stad. Het is een soort van Platoonse politieke filosofie, maar tegelijkertijd verbindt Al-Farabi deze filosofie met een natuurfilosofie en het leren over hoe de mens als natuurlijk wezen in elkaar zit. De natuurfilosofie die hij vooral heeft ontleend aan Aristoteles. En vervolgens heeft hij ook een kosmologische doctrine over de verhouding tussen wat wij in religieuze termen God noemen en de schepping. Die beschrijft hij in neoplatoonse termen, een soort van filosofische doctrine die makkelijk te verzoenen was met christelijke en islamitische religieuze doctrines. Ik zal er verder niet met de details van gaan lastigvallen, maar er zijn een paar heel opmerkelijke kenmerken aan deze filosofie van Al-Farabi. En houdt u in de gaten dat deze filosofie in de middeleeuwen ontwikkeld is, dus in de 10e eeuw van onze jaartelling, op een moment dat in West-Europa nog nauwelijks filosofisch denken op gang was gekomen. En in de latere middeleeuwen in Europa zie je ook dat er hele duidelijke beperkingen vanuit de katholieke kerk werden opgelegd aan de mogelijkheden van filosofische activiteit. Het islamitische rijk van de Abbasiden kende niet zo'n kerk. Er was niet één islamitische paus of patriarch die kon bepalen wat dogmatische waarheden waren. Dus je merkt dat er een veel opener klimaat is waarin discussies over theologische en dogmatische vragen veel makkelijker was dan in de christelijke wereld van die tijd. En inderdaad merk je in het werk van Al-Farabi twee opvallende dingen. Om te beginnen is het heel duidelijk een filosofisch werk waarin hij probeert om de monotheïstische religie met filosofische ideeën te verbinden. Maar in dat hele boek komt de specifieke religie van de islam en de geopenbaarde tekst van de Koran en de persoon van de profeet Mohammed überhaupt niet voor. Hij spreekt in puur filosofische, abstracte en algemene termen over religies in het meervoud. Er zijn dus meerdere religies mogelijk en hij zegt niet dat er één religie de ware is. Dus in dat opzicht is zijn werk eerder een filosofische tekst dan een theologische, laat staan een dogmatische. In de tweede plaats zegt hij heel openlijk dat filosofisch redeneren superieur is aan religieuze openbaring. Hij geeft een heel interessant argument voor. Hij zegt, filosofen die kennen de waarheid en die weten wat je moet doen in algemene abstracte termen, met behulp van bijvoorbeeld de Aristotelische logica. Daarom kennen ze de waarheid in precieze en onbetwijfelbare termen. Maar de meeste mensen hebben natuurlijk geen opleiding gehad, want in de islamitische wereld van deze tijd, net zoals in Europa van de middeleeuwen en in de meeste andere tijden van de geschiedenis, was het grootste deel van de bevolking ongeletterd, kon niet lezen of schrijven en had überhaupt geen opleiding gehad. Al-Farabi schrijft heel nadrukkelijk dat filosofie alleen voor de geletterde, geschoolde elites is en niet voor de massa van het volk. De massa snapt die ingewikkelde abstracte filosofie niet en daarom heb je voor de massa wat anders nodig. En dat zijn de geopenbaarde wetten van de religie die door profeten, niet door filosofen, maar door de profeten, in gewone, voor iedereen begrijpelijke taal worden uitgelegd. Dus in plaats van een abstract argument waarom je bijvoorbeeld niet mag stelen of geen mensen mag doden, komt er gewoon een simpele wet, gij zult niet stelen, gij zult niet doden. Als je dat wel doet, dan krijg je deze straf. Dus geopenbaarde wetten zijn volgens Al-Farabi een soort van vertaling in gewone, beeldende taal voor het gewone volk van abstracte filosofische waarheden. Dat leidt hem tot de hele opmerkelijke conclusie dat hij zegt, er zijn verschillende deugdzame of ideale staten mogelijk met verschillende religies. Dus hij zegt niet alleen dat filosofische kennis superieur is aan religieuze openbaring, omdat die veel preciezer en sterker is. Hij zegt ook, er zijn verschillende ideale staten mogelijk met verschillende religies. Dus de specifiek islamitische openbaring, die is niet eens nodig voor een deugdzame stad en voor een goed leven van de burgers daarin. Merkt u op dat dit de 10e eeuw van onze jaartelling is? Een tijd dat dit soort openlijk uitspreken dat filosofie superieur is aan religie, dat was in Europa eigenlijk volstrekt ondenkbaar.
Je merkt in latere West-Europese filosofen, zoals ook de Nederlandse Spinoza, dat het thema van de verhouding tussen filosofie en profetie opnieuw wordt opgepikt. En je merkt ook dat Spinoza dit thema van de verhouding tussen filosofie en profetie indirect aan een islamitisch filosoof als Farabi heeft ontleend. Want Spinoza had dat thema over de verhouding van profetische openbaring en filosofie als bronnen van kennis of als bronnen van wet, dat had hij ontleend aan een andere Joodse filosoof genaamd Moses Maimonides. En waar kwam Moses Maimonides vandaan? Die leefde in islamitisch Spanje. Hij schreef zijn hoofdwerk De Gids voor de Verdolden, niet in het Hebreeuws, zoals we misschien zouden denken, maar in het Arabisch. Pas later is dit werk van Joodse filosofie uit het Arabisch naar het Hebreeuws vertaald. En het is aan de Hebreeuwse vertaling van het werk dat Spinoza zijn eigen discussie van de verhouding tussen profetische wetten en filosofische kennis, zoals hij dat in de Tractatus Theologica Politicus beschrijft, daar heeft Spinoza deze thematiek vandaan. En het is natuurlijk heel duidelijk dat het werk van Maimonides met beide benen in de islamitische, Arabische filosofische traditie staat. Dus indirect is ook een moderne Europese denker, zoals Spinoza, die is schatplichtig aan de islamitische filosofische traditie. Daarbij mag ook worden aangetekend dat zelfs Spinoza, die zo'n radicale verdediger van de vrijheid is, minder radicaal is in zijn verdediging van filosofische waarheid ten opzichte van geopenbaarde religie. Hij heeft het heel specifiek over de Joodse en de christelijke openbaring en zegt, die moeten wij aanvaarden. Anders dan Al-Farabi die zegt, het doet er eigenlijk niet toe welke religie je hebt, zolang die maar met de abstracte filosofie te verenigen valt. Met andere woorden, we zien in de 10e eeuw van onze jaartelling, in het midden van de islamitische wereld, in de stad Bagdad, een hele radicale filosoof opstaan die heel openlijk zegt dat filosofie en kritisch, rationeel en noem het seculier denken superieur is aan religieuze openbaring. Het duurt in Europa nog tot in de 17e of zelfs de 18e eeuw voor je de eerste filosofen tegenkomt die zulke radicale ideeën verkondigen. Er zijn opmerkelijk genoeg zelfs nog radicalere filosofen in het klassieke Bagdad. Je ziet in de 10e eeuw van onze jaartelling ook in Bagdad en wat later in Oosterse hoven een andere filosoof optreden, genaamd Abu Bakr al-Razi. Anders dan Al-Farabi ontleent hij zijn opvatting over de mens niet zozeer aan Aristoteles, maar vooral aan Plato. Dus Platoonse en Aristotelische ideeën werden door islamitische filosofen opnieuw opgepikt. Maar deze Razi was niet alleen een bekende filosoof, hij was ook een alom gerespecteerd arts. En interessant genoeg heeft deze filosoof en arts al-Razi, die heeft ook een aantal openbare theologische discussies deelgenomen. En wat hij daar beweerd heeft is zo radicaal dat nog eeuwenlang latere islamitische auteurs daarover geschreven hebben. Hij verkondigde namelijk in het openbaar dat elke profetische geopenbaarde religie op oplichterij berust. En hij zei openlijk dat alle profeten zonder uitzondering oplichters zijn, omdat, zoals hij argumenteerde, profetie één volk tot een uitverkoren volk verkiest. En daarmee zet geopenbaarde profetische religie de volkeren tegen elkaar op en veroorzaakt die strijd. Het kan toch onmogelijk met de bedoelingen van God in overeenstemming zijn dat de mensen door geopenbaarde religies aangezet worden tot strijd tegen elkaar, verkondigt deze al-Razi. Dat is natuurlijk een hele gepeperde mening. En inderdaad, hij werd ook door tijdgenoten bestreden, maar tegelijkertijd werd hij bestreden niet met banvloeken of dreigementen, maar met filosofische redeneringen. Dat wil zeggen, er was een klimaat waarin de meest radicale ideeën in het openbaar geformuleerd konden worden. Ze werden soms schandalig gevonden, maar de tegenstanders gaven daar redelijke argumenten tegen. En dit klimaat is nog eeuwenlang bewaard gebleven en pas geleidelijk na de ontwikkeling naar de moderne wereld toe geleidelijk op de achtergrond geraakt. Maar dit filosofische klimaat wat je in de klassieke islam tegenkomt, is nooit helemaal verdwenen. Zelfs tot de dag van vandaag, of tot heel recent in elk geval, zag je dat in de Koranscholen, ofwel de madrasses, bijvoorbeeld de Aristotelische logica
aan de studenten werd onderwezen. Dus sporen van deze klassieke, of noem het deze scholastische filosofie van de islamitische middeleeuwen, de Arabische vertaling van logische werken van Aristoteles, plus de verdere uitwerking daarvan door filosofen als Al-Farabi, Razi en ook de wat latere Ibn Sina, die in de Latijnse wereld als Avicenna bekend is geraakt. Het werk van deze filosofen is op allerlei plekken blijven voortbestaan. Het is gekopieerd en op allerlei plekken zijn latere auteurs verder gegaan met het ontwikkelen van filosofische ideeën. Pas met de opkomst van moderne instituties van onderwijs, zoals moderne staatsscholen en de moderne universiteit, die je in de 19e eeuw in de hele islamitische wereld ziet opkomen. Daarmee verdwijnt het belang van deze klassieke islamitische opleiding en daarmee ook het belang van de klassieke islamitische filosofie. Dus dat hele filosofische erfgoed is geleidelijk aan in de vergetelheid geraakt. Maar ik hoop u te hebben duidelijk gemaakt dat er toch een hele rijke en fascinerende filosofische traditie in de islam bestaat en dat het interessant is om deze in zijn eigen termen te bekijken. En het is ook heel duidelijk aan te tonen dat deze traditie niet alleen op zichzelf van belang is. Hij is ook voor de latere Europese middeleeuwen van belang geweest, omdat er allerlei filosofische teksten van met name Aristoteles eerst van het Grieks naar het Arabisch zijn vertaald en vervolgens in de 11e en 12e eeuw vanuit het Arabisch weer naar het Latijn. Dus de christelijke filosofie van de hoge middeleeuwen, van een filosoof als noemens Sint Thomas van Aquino, die filosofie is mogelijk geworden door de vertaling van islamitisch filosofisch werk uit het Arabisch. Dus ook voor de ontwikkeling van de westerse Europese filosofie is de klassieke islamitische filosofie van enorm belang. Ten slotte is er ook het bestaan van een filosofische traditie in de islam überhaupt. Een mooie correctie op een heel wijdverbreid beeld van de islam. In de media krijgen we steeds te horen dat de islam het tegendeel van elke redelijke, rationele discussie is, van elke kritische manier van denken, omdat die door een dogmatische kerk beheerst zou worden. Het bestaan alleen al van een filosofische traditie in de klassieke islam maakt duidelijk dat islam en kritisch onafhankelijk denken wel degelijk met elkaar verenigbaar zijn. En dat het aan andere historische omstandigheden ligt of dat kritische denken de ruimte krijgt of niet. Dus ik hoop dat u op deze manier een wat breder en genuanceerder beeld van met name ook de historische ontwikkeling van de filosofie in de islamitische wereld hebt kunnen krijgen. Dank u wel.